Naast mij zit Robert van der Weert, voetballer van Fortuna Sittard in de jaren 90, gepromoveerd met Fortuna Sittard naar de Eredivisie. Daarna ook nog gevoetbald bij MVV Maastricht, dus als ik met iemand kan praten over de derby van Fortuna tegen MVV, dan is het wel Robert van der Weert. Robert, welkom. De derby tegen MVV, hoe kun jij je die herinneren als speler van Fortuna Sittard? Nou, ik kan ze herinneren als als ze het op het scherpst van de snede spelen, iets meer geven als in andere wedstrijden, omdat de belangen binnen de provincie toch wat hoger zijn als bij andere wedstrijden. En ja, dat begint al vrij ver van tevoren. De wedstrijd die je hebt gespeeld het weekend ervoor, meteen daarna staat MVV voor de deur of Fortuna voor de deur. En alle aandacht wordt daar besteed aan die wedstrijd. Is er nog één specifieke derby die je echt kunt herinneren dat je zegt van nou, die wedstrijd die blijft me bij? Nee, in elke derby gebeurt wel iets. En in elke derby is weer een derby op zich. Dus ik kan me niet echt specifiek iets herinneren waarvan ik zeg van nou, dat is een derby wat me altijd mijn leven bijblijft. Omdat gewoon elke derby die voor de deur staat, die is weer een wedstrijd op zich. En ja, daar ga je volledig in op. Zowel als trainer, als club zijnde. Ook de buitenwacht speelt een heel belangrijke rol daarin mee. Vooral de pers komt eromheen. Die beginnen al langzamerhand meer druk erop te leggen naar de wedstrijd toe in de krant. Dan wij hebben het er nu over. Dus daar specifiek kan ik niet echt zeggen welke wedstrijd me dan bij is gebleven. Wat me wel bijblijft is altijd wel de sfeer binnen het stadion. Dat blijft me wel altijd bij. Ook daar wordt wat meer aandacht aan besteed. Ja, jij bent een van de voetballers die bij beide partijen gevoetbald heeft, bij zowel Fortuna als MVV. Is daar een verschil in beleving, dat hoe Fortuna kijkt naar MVV en andersom? Ja, er zit zeker een andere beleving in. Ik vind het... Het publiek in Maastricht vind ik toch wat kritischer. Vind ik daarin toch wat meer... die zitten er wat velder bovenop. Het publiek in Maastricht, in Sittard vind ik wat meer... ik zeg niet terughouden, maar die kijken toch wat meer realistisch. Doen het op hun manier, doen ze dat. Dus het is ook wel een spel weer tussen deze twee rivalen. Dus eigenlijk zou je zeggen misschien die van Sittard iets fanatieker? Het zal niet schelen. Het ligt bij elkaar. Ik denk dat je een beetje zelf kan terugkoppelen naar de wedstrijd zelf. Wie komt er het beste uit de kast? Wie profileert zich hetzelfde het beste? Op de tribune ook. Je ziet tegenwoordig steeds meer de spandoeken naar voren komen. Op een goede manier. Want ik heb ook een aantal spandoeken voorbij zien komen waar ik denk van nou, dat moeten we niet doen. Daar gaat het voetbal kapot aan. We moeten elkaar wel respecteren daarin, maar ik vind het alleen maar leuk om te zien dat supporters daarin in meegaan in de opgang. Als we kijken naar het verleden, ik sprak met andere oud-voetballers en die zeggen van nou, ik heb het idee dat een derby vroeger in de groep anders leefde dan nu, in deze generatie. Klopt dat? Ja, dat klopt wel. Ik denk wel dat je... Als ik terugkijk in mijn tijd hadden we toch ik denk zo'n 60-70% jongens die uit de provincie kwamen, die hier toch op school hebben gezeten, die ook met vrienden ook naar Fortuna gingen kijken en ook in Maastricht zelf. En het hedendaagse voetbal is toch wat meer 80%, 90% komt van buitenaf, dus die hebben toch wat minder derbygevoel. Ik zelf daarentegen vind ik wel altijd, ik probeer het toch wel zoveel mogelijk op te snuiven van die derby, omdat ik vind dat je eigen speler zijnde ook de belangen van je supporters moet weten. Dus ik heb wel altijd ideeën van oké, ik lees de kranten en ik probeer er zoveel mogelijk uit te halen om ook voor de mensen die op de tribune staan, om daar ook te laten zien van ik denk ook aan jullie. Je bent nu zelf trainer van Jong Fortuna, dus je zit heel dicht op de club. Ja. Als je naar die wedstrijd volgende week kijkt, hè, van Fortuna tegen MVV, wie heeft dan de betere papieren? Nou ja, ik heb MVV een aantal keren zien voetballen. Ik zie toch wel wekelijks Fortuna spelen. Ik vind Fortuna een vrij jong elftal hebben wat in opbouw is. En wat
wat eigenlijk niet genoeg ervaring heeft om wedstrijden te bepalen, maar wel een ploeg wat in de toekomst waarschijnlijk toch wel mee gaat doen in de middenmoot boven in de Jupiler League. Ik heb MVV zien voetbal. Ik vind MVV iets meer volwassen. Maar ik heb MVV ook vaak zien voetballen waarvan ik denk van hé, daar schort ook wel wat het een en ander aan. Dus ik denk dat het een wedstrijd op zich wordt. En ik denk dat de bal toch wat meer bij Fortuna ligt. Die jong enthousiaste spelers. Thuisvoordeel. Thuisvoordeel. Ik vind Fortuna, op Moflagen vind ik Fortuna toch wel goed voetballen. Ik vind dat MVV, tegen Rode JC speelden ze vrij goed. Maar ja, ook met hun publiek erachter vond ik ze ook wel aardig voetballen. Maar ik heb ze afgelopen week gezien tegen Helmond. Ja, daar vond ik ze vrij slecht. Dus ja, ik denk dat het Fortuna wel de beste papier heeft.